Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe crypto vlog. Ik heb weer een nieuwe video voor jullie met een aantal nieuwe dingetjes erin. Voor jullie in petto vandaag een aantal updates in Cryptoland. Update voor MetaMask en de Ledger en nieuwe munten voor de beginner en de geavanceerde cryptomaan. Ik vind het leuk van jullie te horen dat jullie wat hebben gehad aan de vorige video's. En ik heb inmiddels kijkers van verschillende niveaus, dus ik probeer de relevante info voor beginners in het begin van de video te zetten en dan langzaam door te gaan naar de wat meer geavanceerdere dingen. De video van vandaag is iets langer, maar voor de meesten zit de meest irrelevante info in het begin van deze video. Voordat ik begin, ben je nieuw? Kijk dan even naar mijn CryptoVlog voor beginners, een hands-on guide. En wil je gebruik maken van exchanges of krijg je nog geen rente over je crypto? Kijk dan in de beschrijving van deze video. Daar vind je linkjes naar alle exchanges en services die ik ook gebruik. Met de linkjes krijg je, zowel jij als ik, een leuke referral bonus. Nou, dan eerst eventjes de huidige staat van de markt. Ik hoop dat jullie de laatste drop allemaal hebben overleefd. Dus eventjes kijken, we zitten momenteel vanaf de laatste top zitten we ongeveer zo'n 30% zitten we daar vanaf. Nou, dit kan misschien vrij heftig overkomen, zeker als jij hier in de top hebt gekocht. Ik denk nog steeds dat je je geen zorgen hoeft te maken. Een leuke tweet hier bijvoorbeeld van Plan B, dit is de laatste boeren. En we hebben hier iedere keer hebben we 38% correcties hebben we gehad. En na zo'n correctie, nou, dan gaat Bitcoin en de rest van de crypto's gaan weer echt in een intense bullrun omhoog. Naast wat prijsactie is het ook interessant om af en toe te kijken wat er nou eigenlijk op de blockchain gebeurt. Dit is bijvoorbeeld een mooie chart, de BTC Balance on Exchanges. Dit is een chart die bijhoudt hoeveel Bitcoin er beschikbaar is op alle exchanges samen. Nou, je ziet dat er vanaf dus het mei 2020 dat de aantal bitcoins op de exchanges in een enorme downtrend is. Gevolg daarvan is dat de prijs uiteraard omhoog gaat omdat het product steeds schaarser wordt. Vanaf mei afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook een scherpe drop gezien in de bitcoinprijs. Nou, dat zien we ook terug dat er ook veel meer bitcoin beschikbaar was op de exchanges. Maar wat nu wel interessant is, is dat het aantal Bitcoin op de exchanges alleen maar verder en verder en verder aan het dalen is. Super, super interessant. Dan ga ik nog één ding met jullie delen wat ik interessant vind om naar te kijken. En dat is het grootste bekende Bitcoin-adres. Kun je gewoon zelf opzoeken, kun je kijken wat dit adres allemaal aan het doen is. Het is confirmed dat dit adres geen exchange is of iets dergelijks. Dit is een entiteit die aan het handelen is en met het duidelijk doel om zoveel mogelijk bitcoins te verzamelen. Mooi om hier aan te zien is dat sinds de prijs hier omlaag is gegaan, dat deze whale echt heel veel bitcoin aan het kopen is. Inmiddels heeft hij al meer dan 10.000 bitcoin aan zijn wallet toegevoegd. En dat is op zich in ieder geval een teken dat deze whale nog altijd heel veel vertrouwen heeft in de Bitcoin-prijs, in ieder geval op de lange termijn. In mijn video wil ik het niet te lang hebben over technical analysis. Ik denk dat er al genoeg YouTube-kanalen en Twitter-kanalen zijn waar je allerlei verschillende technical analysis kan vinden van allerlei verschillende crypto. Ik vind het vooral interessant om te kijken naar de blockchain zelf en jullie daar wegwijs mee te maken, dat je daar gebruik van kan maken en dat je niet jouw crypto's alleen maar op centrale exchanges hoeft te laten staan, maar dat je er ook echt wat mee kunt doen. Dan nu naar het volgende gedeelte van de video, het kiezen van munten. Goed, we hebben nu een drop meegemaakt en je denkt, ik wil wat bijkopen, maar welke munten kun je nou kopen? Dat is een vraag die ik vaak krijg. Ik kijk daarvoor op coinmarketcap.com en je kunt hier lekker scrollen tussen allerlei verschillende coins. En ik vind het interessant om coins te kiezen met een hele goede use case, een goed project, waar de prijs laag is of nog steeds in een downtrend is. Ik heb er niks aan om midden in de hype te kopen met uiteindelijk het risico dat je dus in de top koopt. Ik heb liever dat ik nu een project koop waar het een beetje stil is, waar ik misschien nog een aantal maanden moet wachten totdat het uiteindelijk hot wordt. Dan dat ik dus midden in die piek koop, omdat iedereen tegen je zegt, ja, je moet echt dit kopen, je moet echt dat kopen, want de prijs die gaat helemaal door het dak heen. Meestal als dat nieuws bij jou komt, ben je al te laat. En dat is gewoon zonde. Nou, wat kun je nou doen? Je kunt hier bijvoorbeeld kijken en dan kun je eens kijken van, nou, in de laatste 7 dagen, welke projecten zijn goed gegaan. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind,
welke projecten hebben de afgelopen week zijn sterk gedaald. En ik zie hier een aantal munten al direct staan waar ik bij denk, ja, dit is een ontzettend goed project. En als die nou in dit geval bijvoorbeeld 32% gedaald is, dan wil je die eigenlijk gewoon hebben. Phantom, supergoed project. Harmony One, ook fantastisch project. 30% gedaald. En er zitten hier wel meerdere tussen hoor, dus ik ga ze niet allemaal noemen. Dus kijk vooral ook zelf wat jij interessant vindt. VeChain, ook zo'n project. En een andere, zeker voor de beginners, als je denkt van nou, ik wil niet een te kleine munt kopen. Iets wat mij opvalt, waar staat die? Ik ben op zoek naar Chainlink. Dat is ook zo'n project die flink is gedaald en eigenlijk best wel lang al in een downtrend zit. Hier, de afgelopen week ook 20% weer af. Dit is een zogeheten oracle. Super belangrijk voor de blockchain, voor allerlei verschillende projecten. Super veel projecten maken gebruik van Chainlink. En nou, even kijken, op het hoogtepunt stond hij op $50. En sindsdien is hij eigenlijk nauwelijks hersteld. Terwijl het project gewoon ontzettend goed is. Nou, dit is voor mij juist een teken van ik zou eens wat extra Chainlink moeten kopen. Niet omdat ik denk dat hij morgen of overmorgen of volgende week door het dak heen gaat. Maar dat hij ergens in de toekomst, nou, het kan maanden duren, maar dat hij ergens dat hij weer gaat stijgen. En dan ben ik alvast ingestapt. Dan een token voor de wat meer geavanceerde. Ook wat lastiger om deze token te krijgen. Maar ik ben echt erg overtuigd geraakt van dit project. Ik heb me hierop ingelezen en ik heb de laatste tijd echt flink wat Beefy gekocht. Kleine market cap, hele goede use case, heeft ontzettend veel gebruikers inmiddels. Ik kan deze token helemaal gaan uitleggen, maar wat eigenlijk misschien wel interessanter is voor jezelf om een keer te doen, om jezelf op onderzoek te gaan. Als je namelijk naar de website toe gaat van Beefy, dan kun je hier rechtsbovenin, heb je allerlei icoontjes. Tenminste, rechts ga je naar de docs-pagina toe. Dit is overigens iets wat je bij vrijwel alle coins vindt. Dan kun je alles over het project lezen, hoe het werkt, maar ook bijvoorbeeld hoe hun token in elkaar zit. Echt interessant om dit eens te lezen. Interessant om te kijken waar nou precies jouw staking rewards bij Beefy bijvoorbeeld vandaan komen. Dat is anders dan bij andere munten. En ja, ik denk dat dit project het in de toekomst echt ontzettend goed gaat doen. Dus vandaar dat ik dit echt een aanrader vind. En in deze video ga ik jullie ook laten zien hoe je Beefy kunt kopen, hoe je Beefy kunt staken en ook hoe je kunt bridgen naar verschillende blockchains. Maar goed, dat is wat meer voor de geavanceerden. Dus als je dat leuk vindt, blijf kijken. Dan laat ik je zien hoe dat moet. Maar voordat we verder gaan naar het geavanceerde gedeelte van de video, wil ik nog twee dingetjes met jullie bespreken. Ten eerste Binance. Binance heeft last van een crackdown van de Europese Unie. Het is momenteel heel lastig om geld op Binance te krijgen. Als je geld op Binance hebt staan of je hebt crypto's op Binance staan, kun je dat dan gewoon laten staan. Dat is geen probleem, want je kunt nog steeds, en dat zal altijd kunnen, dat is crypto in en uit de exchange sturen. Dat is ook waarvoor ik nog steeds Binance gebruik. Ik vind Binance voor bepaalde dingen nog altijd een prettige exchange. En als ik wat moet doen op Binance, dan stuur ik crypto naar Binance en dan handel ik het daar. Dus mocht je je geld op Binance hebben staan, staat het daar voor nu nog steeds prima. En dan update nummer 2. MetaMask en Ledger hebben een update. Voordat je dit gaat doen, zorg dat je Ledger geüpdate is. Zorg dat je Ethereum-app op je Ledger geüpdate is. Dan kun je gebruik gaan maken van deze update. Ik heb in de vorige video laten zien, de video over MetaMask en Ledger voor beginners, dat je een connectie moet maken tussen Ledger Live en MetaMask. Dat is inmiddels niet meer nodig. Daar hebben ze een update voor. En als je daar ook gebruik van wilt maken, dan gaat het als volgt. Je gaat naar je MetaMask, dan ga je naar instellingen, dan ga je naar Advanced, scroll je naar beneden en in plaats van Ledger Live selecteer je hier Web HID. En dan werkt MetaMask direct met de Ledger zonder de tussenkomst van de Ledger Live app. Dat is een handige instelling. Bedenk wel, als jij jouw Ethereum app op je Ledger update,
dan zul je vervolgens blind signing in de settings weer eventjes op enable moeten zetten, anders dan werkt dit niet. Goed, tot zover deel 1 van deze video. Ik ga deze video alvast uploaden, zodat jullie deze alvast kunnen bekijken. Hierna ga ik verder met deel 2 van deze video, die ik dus apart upload. Daarin ga ik Beefy kopen. Ik ga het bridgen naar het Phantom-netwerk. En vervolgens ga ik het staken. En ik laat alvast wat mogelijkheden zien wat je allemaal met Beefy kunt doen. Goed, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze video. En ja, ik hoop dat ik voor jullie snel weer een nieuwe video kan maken.